van Feyenoord City. Daar is Robin Holst. Jij bent ook eigenlijk altijd al tegen een nieuwe Kuip. Want jij bent al langere tijd met Red de Kuip bezig geweest. Nog steeds. Ja, we zijn, de stichting bestaat 5 jaar inmiddels, in december. Ik heb ooit die stichting opgericht met een aantal anderen, architecten, ondernemers. Met het doel eigenlijk om de Kuip te bouwen en te laten zien van kijk, die Kuip is nog lang niet op. En je kan er hetzelfde mee als met een nieuw stadion. Dus 63.000 plaatsen, heel veel business units, een gesloten dak. Alles wat je met een nieuw stadion kan, kan je met de Kuip ook. En ik vond vandaag eigenlijk interessant om Hennis de Ridder eens uit te nodigen. Omdat je altijd die tegenstelling hebt van Feyenoord City of Red de Kuip. Maar je hebt nog veel meer opties. De verkenners hebben 2 jaar geleden onderzoek gedaan. En die hebben 13 plannen onderzocht. En een van die plannen was van Hennis de Ridder. Dat was 30 miljoen, maar dat was blijkbaar te klein. Terwijl je kan er heel veel dingen mee bereiken. Want de Kuip heeft vooral kwaliteit nodig en niet kwantiteit. Het is wel zo, 30 miljoen wordt er gezegd. Maar goed, Feyenoord moet ook doorvoetballen. En Feyenoord heeft ook een berekening gemaakt dat er dan ook heel veel geld geïnvesteerd moet worden. Omdat je dan minder omzet hebt als je bij wijze van spreken maar 3/4 van het stadion of een half stadion kan bezetten. Omdat er heel veel aan gewerkt wordt. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Dus dan is die 30 miljoen ook veel en veel meer. Nee, dat is niet waar. Kijk, je hebt 2 zomerstops en in een zomerstop kan je heel veel snel bouwen. Bij mij in de buurt wordt bijvoorbeeld het RIT-gebouw gebouwd. Dat wordt in 3 maanden wordt dat uit de grond gestampt. Nou, die zomerstop die is lang genoeg om de ingrepen te doen aan de fundering en andere zaken die nodig zijn. Al die andere dingen zijn gewoon prefab. Die worden ergens in een fabriek gemaakt, die worden geplaatst, klaar. Dus je hebt helemaal geen last tijdens het voetbalseizoen ervan. Je kan alleen de Kuip even niet verhuren voor 2 concerten die er zijn. Of de monster dinges. Maar dat is het geld niet. Red de Kuip, daar ben je dus al langere tijd bij betrokken. Je hebt de handen ineengeslagen met Jos Verveen. Die niet van Red de Kuip was, maar ook tegen een nieuw Feyenoord. Zit hij eigenlijk ook voor behoud van de oude Kuip? Ja, nou kijk, ik heb me aangesloten bij Stadsinitiatief. Dat is de nieuwe partij. Jos was bij D66 al heel kritisch en bij Stadsinitiatief ook. En ik vind de Kuip ook een voorbeeld hoe dat dossier loopt. Heel veel dingen zijn geheim, wordt geheimzinnigheid overgedaan. Om aan te sluiten bij Stadsinitiatief, omdat we ook dingen meer in het openbaar willen. Of je nou voor of tegen een nieuw stadion bent, de argumenten en de dingen worden vaak op sentiment gespeeld. Terwijl er ligt zoveel achter wat eigenlijk openbaar moet worden om hier goed over na te kunnen denken. En wat Jos zegt, ook een stadsreferendum te houden, zodat mensen zelf kunnen oordelen.